Vandaag zijn we te gast bij hockeyclub Kralendonk. Het is hier feest, want ze openen hun tweede veld. We zijn in Maarhezen bij hockeyclub Kralendonk en naast me staat Leo van der Vorst. Leo, goedenavond. Goedenavond. Feestelijk momentje vandaag hier in Maarhezen, want jullie hebben zojuist het tweede hockeyveld geopend. Ja, dat klopt. De eerste wedstrijd op het veld is nu begonnen. Alhoewel dat natuurlijk niet helemaal waar is. We hebben al een paar competitiewedstrijden gespeeld. Maar zojuist de officiële opening gehad. Een mooie mijlpaal voor de club. Ja, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, even voor de kijkers. Hoeveel leden heeft de hockeyclub Kralendonk? Ja, we zitten op dit moment op 331 leden. En we hopen snel door te groeien naar de 350. Ja, ja. En gaat het lukken, denk je? Dat gaat zeker lukken. Ja, okay. En zeker nu met twee velden krijg je een nieuwe dynamiek in de club. Dus dat gaat helemaal goed komen. En zojuist is de wedstrijd afgefloten. Dat was eigenlijk maar de openingswedstrijd, hè? Van het veld. Ja, dat is dan de officiële openingswedstrijd. Het is de huidige Heer 1 tegen de oud Heer 1. En ik heb begrepen dat er al redelijk wat weddenschappen afgesloten zijn. Dus oud Heer 1 rekent er wel op dat ze deze gaan winnen. Maar ik ben bang van niet. Okay. We zullen het zien. Het ziet er geweldig uit. Jullie zijn nog volop bezig met veranderingen. Er gaat nog meer veranderen hier op het terrein, begreep ik. Ja, dat klopt. Er gaat inderdaad nog wat meer veranderen. Het veld moest er heel snel liggen vanwege de competitiewedstrijden. En we gaan nu heel rustig de plannen uitwerken om de accommodatie aan te pakken. Dat betekent dat we een overkapping gaan regelen bij de kantine. Dat betekent dat we hier rabobankjes gaan krijgen. Een soort halve tribunes tussen de twee velden in. Dat betekent dat we de stoep gaan aanpakken. Dat die geëgaliseerd gaat worden. Dus je zult waarschijnlijk over een half jaar de accommodatie niet meer terugkennen.